You might have been useful to me after all. Too bad you chose the wrong side. Oh, no. Wel, de laatste baas is daar, maar dat maakt ons even niet uit. We moeten wat kogels kopen. Alright, we kunnen het zonder onze kogels. Kun je je voorstellen dat het rechts gewoon aan het fluiten is, terwijl die laatste baas aan het wegvliegen is? Oké, tijd om de laatste baas te verslaan. Shit, dat is de meest epic shopping die ik ooit heb gezien. Dat is het D&D shopping team. Oh, dat was een geweldige battle team. Want dat is de enige reden waarom ik van fucking aflevering die zo veel leuk vond. Is gewoon. De einde is gewoon satisfying voor de aflevering 3. It's a nice conclusion. Het is het verschil tussen. Het is het tegenovergestelde van Kingdom Hearts 3. Om eerlijk te zijn, ik ben compleet vergeten hoe ik deze hele laatste baas moet verslaan. Dus ik ga twee keer tegen hem dood. Oeps. Use the claw! Jesse, the claw! Dus dit is het ding met deze baas. Hij heeft al jouw wapens. But better. But better! Want hij is een giant mech. Hij heeft hierna nog een fase en daarna nog een fase. Met elke laatste fase moet je wat meer moeite erin stoppen. Ga ik alvast zeggen. Van alle Ratchet & Clank spellen die ik heb gespeeld, dit is waarschijnlijk een van de meer competente bazen die ik bij het gevecht. Ja, je vindt deze eigenlijk de moeilijkste of? Ik zeg dat deze wel de moeilijkste is, ja. Het is wel leuk though. Ratchet & Clank 2 en 3 laatste. Like, Ratchet & Clank 3 heeft geen eens een laatste baas. Ratchet & Clank 2's laatste baas is. De reden waarom ik dacht dat het. Waarom ik verbaasd ben waarom, hoe dit het einde is, maar goed. En de laatste baas in de remake was wel goed. Alleen het duurde een beetje lang. Dan weet je, dit duurt ook best wel lang. Want als je doodgaat, moet je de hele gevecht opnieuw doen. Ja. Zoals uit het meest irritantste van z'n allemaal. En het probleem zoals gewoonlijk is dat je niet stil kan staan terwijl je aan het rondbewegen bent, dus ja. Ik was weer dat het blessen sneller was, om eerlijk te zijn. Oké, ik ga even fucking iets anders doen voor dit. En is serieus? Oh, wacht maar, ik zeg dat hij misschien best in het bed gaat. Oké, moet ik de pauze doen ofzo? Ja, doe maar even pauze de video. Oh shit, we weten eigenlijk niet wat voor tijd we zitten, of wel, zo'n videopauze. Ben jij steeds op verder aan het klikken? Nee, ik ben niks aan het doen. 3. Dus, ze hebben cupporn ook geband, voor de furries, en ik haat de furries. Maar ik ga nog steeds hun recht verdedigen om dingen te looten. Ook al fucking haat ik het. Ja. Dus ik ga nog steeds zeggen, ik fucking haat. Just stop. No one is getting hurt over this. You're just being a bitch right now. Ja. Yeah. Stop being a bitch, bitch. Het zei, niemand leert van geschiedenis. Om eerlijk te zijn, de boeken en tekeningen dat ze maakten in het verleden was toch 50 keer zo erg dan nu. Alright, maar yet. Oh, look at. Ik kan niet wachten wanneer ze geschiedenis verbiedt onder nummer 2 offensive is. Just you. Hebben ze al gedaan in Final Fantasy 14, Ennis? Dat is waar. So it has come to this. Once I step on this ignition switch, a countdown will commence. The end of which signals the destruction of your pitiful world. Wat gebeurt er dan precies? Alle lollies worden verbannen, oh no. You think that we have to stop him! Who do you think polluted our last world? I did. This is about one thing and one thing only. Cash! And lots of it. You see,
I've been paid for every square inch of my new world. Once the inhabitants move in, I will begin polluting this world as well. Then the whole thing starts all over again. Brilliant. Why, you evil little... Nou, weet je nog hoe in een remake, toen Drek werd verslagen door de Nefarious en toen we naar de andere planeet werd gestuurd, toch? Uh-huh. Is dit niet veel cooler als je zelf tegen Drek kon vechten? Yes. Dat is toch raar, weet je wel. Je hebt de laatste... Jij maakt het spel, maar de laatste vijand wordt verslagen door een andere vijand. Ja. Zonder baasgevecht, het voelde heel erg raar. Ik was best wel disappointed daarmee. Zo, is maar ja, fuck Drek. Ik denk dat Drek gewoon EA is. Hij is ook. Yes! I will pollute this game. I pollute my game. So that I could get another game. Which I've been paid for. And then I will pollute that game as well. And then the process will start all over again. Basically. It's fucking disgusting. Holy shit, dit spel heeft zo'n beetje de toekomst van het spel. Ja. Maar weet je wel. Is de kwal niet juist de betere wapen? De kwal is echt een goede wapen tegen hem. Klootzak. Ja, dus hij start wel opnieuw op met een. En het wordt steeds sneller. Het probleem is dat wanneer hij dichterbij je komt nadat hij het heeft gedaan. En het beste is om dan op de rails te gaan, alleen dat lukte dit keer niet. Oeps. The time for revolution has come! Man, I need contact for the wrong ass. Nee, je moet er naar kijken. Want ik zag Lolly Misaka ook weer terug in die magnoten ding. De jet aan het rijden dus. Ja. Yeah. Fucking wel dat het seizoen 3 komt, geweldig. De tweede opening van seizoen 3 is fucking geweldig. Dat is de tweede opening, gelijk al? Ja, dat is de tweede. Nee, seizoen 3 heeft al 18 afleveringen, dus. Oh. Right, ik zit er niet aan de game, maar dat kan niet. Maar ja, de tweede opening is al uit en de tweede opening is. En dat is wat je hem had gestuurd, natuurlijk. Ja. Als er één goed ding uitkwam uit seizoen 3 was de opening. Was het hele seizoen gewoon shit dan? Maar weet je wat het probleem is? De seizoen is niet zo goed geanimeerd als seizoen 1 en 2. Maar dat is nog een groter probleem. Daarnaast. De pacing is veel te snel. Je gaat waarschijnlijk veel comments lezen die zeggen van... Ik heb geen idee wat er gebeurt in het verhaal nu. Wie de fuck is dat? Wie de fuck is dat? Wie de fuck is dat? Shit, nee, dat is de fucking Tokyo Ghoul opnieuw. Het is niet zo erg als Tokyo Ghoul. Ik kan het nog net volgen, maar dit is best wel moeilijk om te volgen. Zo cool. Ja, dat is jammer. Niks is zo erg als Tokyo Ghoul om eerlijk te zijn. Dat is gewoon, ja. Dat is gewoon het dieptepunt. Met een anime Russian. Ja. Zo ja, wat? I guess we zijn beter af om weer een manga te lezen, of is het een light novel? Wanneer het komt, het heeft een manga, maar ik denk dat je beter bent om de light novel te lezen. Ik had nog altijd heel kunnen kijken in de eerste twee seizoenen van Index Cell, want die zijn goed geanimeerd. Het is echt goed geanimeerd. En je weet tenminste wat er gebeurt. Het is niet een goed geanimeerd gedeelte, het is meer de rushing gedeelte wat het leuk is. Yeah. Dus lijkt daarna. Nou, eigenlijk, als je seizoen 1 en 2 kijkt, je kijkt gelijk naar seizoen 3 en dus dan zul je het zien. Yes, it's. Als je heel goed kijkt, die gaat naar seizoen 3 toe. Is het eigenlijk sowieso, is het eigenlijk dat erg? Het is niet zo slecht dat het grappig is. Maar meestal van alles zo average. Right. Terwijl de opening best wel goed geanimeerd is ook. Maar ja, de opening is best wel goed geanimeerd voor een groot gedeelte, ja. Nou, opnieuw, als je erover nadenkt, dat is de opening. Is wel. Eigenlijk de eerste opening van seizoen 3 was niet eens dat goed geanimeerd. Ze hebben veel CGI gebruikt om een goede camera switching te hebben en alles.
Maar dat is niet per se goede animatie. Dat is gewoon een goede camera hebben, weet je wel. Ja. Wat ze ook echt maar een paar keer hebben gebruikt in anime zelf. Kijk, dit is veel meer satisfying. Dit is de meest satisfying einde in elk Ratchet & Clank spel. Je hebt de hoofdvijand verslagen, hem gestuurd naar de planeet die hij heeft gemaakt. En nou gaan we die planeet met hem samen opblazen. Ben je klaar, Ennis? Let's blow up the big boo-boo. Ben je klaar, Ennis? Oh, ik ben zover. My body is ready. Let's do this! Dit is wat ben je aan het doen. Just blow him up! Stop padding already, stop teasing us. Just do it. Oh, oké. Okay. Yes, you all take. Oh, dat was niet. Vertel niet. Do it again. I didn't see it, do it again. Yes. This can't be good. Oopsie poopsie. Awkward. Phew, that was close. Clank, you can pull us up now. The servos in my arm appear to be broken. Broken? As in fall to our deaths broken? Yes. Oh no! Don't worry, plot armor will save us. I'm sad now. I have the sads. Dan word ik een Naruto vijand. Hey, Tin Can! Where do you think you're going? We, still need to fix that arm. Oh. En dat is hoe we twee beste vrienden zijn ontstaan. Ze gingen veel avonturen op, werden gehuurd door veel mensen die uiteindelijk vijanden waren. En hebben de Galaxy 50 keer gered. En dit is fuck goed, woensdag. Deze moment moet in een hardwarming Twitterbot gaan. Ja? Er zijn toch zulke bots, de hardwarming Twitterbots. Ja? Dus, Ennis. Ja? Wat je hebt gezien, wat vind je van het spel? Soundtrack vind ik leuk. Graphics zijn goed voor de PlayStation. Dat is wel goed voor de PlayStation 2. Ja, ja. Gameplay ziet er wel leuk uit. Jesse heeft wel gelijk toen hij zei dat de gameplay wel wat meer gebaseerd was rond hitpoints ding. Hitpoints gedoe, dus. En het heeft nog een nice replayability hier en daar. De cutscenes zijn soms grappig. Cartoony en zo. Ja. Leuk spel. Waardoor, ja, bij mij is het ook. Ratchet & Clank 1 heeft heel veel leuke dingen daaraan. Alleen heeft ook heel veel eerste spel opnemen. Het spel ziet er nog best wel goed uit voor een PlayStation 2 spel. De HD port voor digitale PlayStation 3 is misschien een beetje buggy soms met graphics. Ja. Maar het is allemaal goed en fijn. Soundtrack klinkt catchy. Wanneer je aan het spelen bent. De wapens zijn leuk om mee te spelen. Ze zijn niet per se mijn favoriete set wapens. Maar ze zijn leuk om te gebruiken. Het grootste probleem met het spel, in mijn mening, is dat je niet stil kan staan in één directie terwijl je aan het lopen bent. Daardoor moet je wel vaak strategie gebruiken. Wat ook wel leuk is om te doen. Alleen wanneer je doodgaat en je komt op een hele... je moet helemaal opnieuw beginnen met de sectie. Kan het een beetje vervelend zijn. Dan wil je gewoon bumrushen op dat punt. En soms werkt dat net zo goed. Buiten dat, het verhaal was wel oké, alleen Ratchet was een beetje te veel een klootzak en de drama was een beetje te overgedaan. Het kon wat meer reden hebben om de drama ervan te maken.
van Quark, hij is een klootzak, maar daardoor is het wel grappig. Het spel kan soms best wel grappig zijn, het heeft wat goede humor hier en daar. En gelukkig blijft dat een ding door uit het hele serie. En wat kan ik daar buiten zeggen? Ik denk zo'n beetje al heb gezegd wat ik hoef te zeggen, toch? Yes, muziek. Ik heb de muziek al gezegd, het is catchy. Vooral wanneer je aan het spelen bent, het is best wel catchy om naar te luisteren. Oh ja, dan zijn we zo'n beetje daarmee klaar. Zo, hoe lang nog? Let's see. Wel, ik bedoel, ik kan... een minuut. Oké, dan. Zo moeten we nog een minuut voor ons te gaan verzinnen. Ik weet niet zeker of Ratchet & Clank 2 volgend jaar is, maar ik ga het proberen. So, ik weet wat Dennis gaat doen, Do. So, by the way. Wist je dat Twitter, dat je nu, like, profielfotoloze personen kan muten? Oh. Oké. Okay. Then you need this, the Gadgetron Personal Hygienator. Hi, I'm Steve McQuark. And this little baby can take care of any grooming needs that are just too much trouble for you to handle yourself. Allow me to demonstrate. Ah, yeah. Zelfs de exhibitionist in de BBC, weet ik. Van Engels, de face fucking raar. Ah, I'll get them later. Next time, Ratchet, next time. Next time. Clank, ga je nou mee of niet?